Hemo, dat is de grootste kissa-arie dat er bestaat op de planeet. Dat is iets dat zo zegt, je leven moet redden van kanker, maar terwijl dat doet zo gezegd, gaat dat brengen, alles gaat kapot, hé. Alles gaat kapot. Ja, vanaf ze komen met dat oranje zakje, het wordt te verwisselen van Baxter, dan denkt hij, oh nee, dat wilde niet. Maar ja, dat moet, hè. Allee, of dat moest dan toch. Het is absoluut niet van, als ze die lieten lopen, van, ik dacht echt vanaf, ik was aan het kijken en vanaf dat ik dacht van, dat hij mijn arm ging, dacht ik echt, ik ga hier van alles, ik ga je bijna overgeven en van alles bijna voelen. Dus ik wist absoluut niet wat er mij ging overkomen. Er zijn periodes geweest dat ik helemaal niet moest overgeven. Er zijn periodes geweest dat ik 20 keer per dag overgeef. Ja. Je krijgt dat van in nierbekjes waar je dan mocht overgeven. Dat was elke dag een stapeltje afwerken. En dan, ja, dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt om het kwartier. Alleen er zijn dagen geweest dat ik echt om het kwartier moest overgeven. Als je chemo op je huid krijgt, is dat een brandwonde. Maar dat loopt wel in je aders. Hoe ziet je lichaam daar van binnen uit? Ik denk dat... Nee. Dat is vies als je daarbij nadenkt. Ik heb dat ondergaan. Ik leef nog, maar ik leef maar op 50% meer. Hé. Mijn lichaam is zwaar toegetakeld door de chemo. Heeft dat dan mijn leven gered? Ja en nee. Ik heb zo dat gevoel... Ik had nu binnen 20 jaar misschien, gaan ze neerkijken op chemo, gaan ze zeggen van, oh, die barbaarse tijden, dat ze dat kunnen doen met de mensen.